Hallo allemaal. Binnencirkel, buitencirkel. Dat is de naam van de coöperatieve werkvorm die ik nu ga toelichten. Een werkvorm die zich uitstekend ertoe leent om leerlingen simultaan op een gestructureerde manier per twee gesprekken te laten voeren, die in heel veel verschillende contexten kan worden ingezet. Op het einde geef ik daar een paar voorbeelden van. Hoe verloopt de werkvorm juist? Wel, je gaat de groep leerlingen gewoon in twee splitsen en het enige wat je nodig hebt is voldoende ruimte om de leerlingen een kring te laten vormen. De leerlingen van de eerste groep, groep A, die vormen een cirkel en je laat hen een cirkel vormen en zich daarbij met hun gezicht naar buiten keren. De leerlingen van groep B gaan allemaal voor een A-leerling staan. Vervolgens geef je als opdracht dat de leerlingen van groep A hun leerling B een vraag stellen. B antwoordt en daarna is het dan B om een vraag te stellen en A antwoordt. Zo simpel is het. Waarover die vraag kan gaan, dat kan heel uiteenlopend zijn. Belangrijk bij binnencirkel, buitencirkel is de dynamiek, het taalstimulerend vermogen en de vele variatie die er kan inzitten. Vragen die je kan, de leerlingen aan elkaar kan laten stellen, die kan jij gaan projecteren en meegeven. Hè. Vraag aan elkaar hoe het weekend was, hoe je de uitstap hebt ervaren, wat je nog weet van de vorige les, wat je uit deze les zeker gaat meenemen. Of waar je nu, dat je weet dat de les van vandaag over het vermenigvuldigen van breuken gaat, wat weet je al over het vermenigvuldigen van breuken? Waar ben je zeker van dat je het gaat kunnen gebruiken in de les van vandaag? Heel veel verschillende vragen kan je gaan inzetten. Je kan leerlingen ook kaartjes maken. En daarop staat aan de voorkant een vraag, aan de andere kant het antwoord. Leerling A stelt zijn vraag aan leerling B. Daarna controleert hij of het antwoord juist was. Leerling B doet hetzelfde aan leerling A. Controleert of het antwoord juist was. En vervolgens in fase 3 schuiven ze gewoon door. Elke leerling B schuift één leerling op naar rechts. En zo hebben ze een nieuwe gesprekspartner aan wie ze hun vraag opnieuw kunnen stellen. Voilà, het is een heel eenvoudige werkvorm, vraagt amper voorbereiding, tenzij je natuurlijk die kaartjes wilt maken, maar ook dat kan heel vlot gaan. Het brengt dynamiek, je kan leerlingen ervaringen laten delen, je kan elkaar laten ondervragen of elkaar laten interviewen. Hè. Wat wil je later worden of wat verwacht je van deze zomerschool op dag 1? Of tussentijds, wat vind je leuk aan de zomerschool, wat zou nog beter kunnen enzovoort. Leerlingen kunnen op korte tijd allemaal heel veel spreken en input geven en krijgen van anderen. Je kan het ook benutten om leerlingen feedback te laten geven op elkaar. Zoals in dit voorbeeld bijvoorbeeld, waar een docent aan de lerarenopleiding zijn studenten via binnencirkel, buitencirkel feedback laat geven op elkaar. Van ja, geef de anderen nu feedback op het passenspel dat je hem of haar hebt zien doen. Of de samenwerking, de teamspirit die hij of zij al dan niet gehuldigd heeft. Dus je kan het zeer breed gaan inzetten. Belangrijk voor jouw rol is erover te waken dat de gesprekjes niet elkaar gaan verstoren, dus neem toch voldoende ruimte. En een strategische opstelling voor jou als leerkracht is om in het midden van de verschillende cirkels te gaan staan. Zo kan jij strategisch je oren te luisteren gaan leggen en wanneer er een ronde gedaan is, even terugkoppelen van hier heb ik iets interessants gehoord, deel het eens met de groep, misschien kunnen jullie ook even aanvullen enzovoort. Je blijft van in het midden, het centrale deel van de cirkel, heel duidelijk overzicht en regie bewaren en je kan bijsturen waar nodig.